Dit is de meest gestelde vraag, hè, André. Ja. Hoe ga je in de ruimte naar de wc? Nou, op deze manier dus. Dus toilet is gewoon een toiletpot. Er zitten zakjes in. Kijken hoe ik dat vanuit deze hoek. Kijk, er zitten er nu niet in, hoor. Er zitten hier zakjes in. En dan gaat de ontlasting erin. Dan moet je wel natuurlijk de ventilatie aanzetten. Dit is om te plassen. Dus je haalt dit eruit. En dan doe je deze aan. En dan gaat er een luchtstroom. Hier plas je dus in. En er gaat ook meteen een luchtstroom de pot in. En de ontlasting gaat in een zakje. Dus als je klaar bent, moet je dat zakje dichtmaken. En dat duw je in die pot. Dus deze pot zit vol met kleine zakjes met ontlasting. Beetje campinggevoel. Ja, dat is het ook. Ja. En als hij vol is, dan moet je hem dus vervangen. En dit is voor de, zeg maar, de KTO. Voor de veters. Voor de ontlasting. En onder de vloer hier heb je de tanks voor de urine. En als je die... En natuurlijk heel goed je handen schoonmaken. Want je hebt geen water. Dus alles met vochtige, met alcoholdoekjes. Maar dat moet je heel goed doen. Want het is natuurlijk allemaal... Ja, hygiëne is natuurlijk wel van belang in de ruimte. Dus hieronder... heb je bijvoorbeeld de tanks die we moeten vervangen regelmatig. Dus hier zitten de urinetanks in. Je krijgt lampjes, als hij vol is, dan heb je pech. Want dan denk je, moet ik het doen, weet je. Corvée-dienst. Want als je komt en de afwasmachine is vol, dan moet ik hem uitruimen. En dat idee is dat. En dan moet je dus de slangen vervangen. Dan sluik je die af, die tank. En dan haal je een nieuwe uit de voorraad, het FGB of zo. En die plaats je hier dan in. En die volle, die worden gebruikt in het Amerikaans segment. Om daar weer, zeg maar, om het te reinigen. Daar wordt de urine gereinigd en er wordt weer drinkwater uitgemaakt. En zo doen we dat.